We zijn bezig vandaag met de start van de vervanging van de tramkruising op het Leidseplein. Onderdeel van de totale vernieuwing van het Leidseplein, waar we al wat langer mee bezig zijn. We zijn hek aan het plaatsen voor vervanging van de riool. Ik houd verkeer tegen de fietsen, scooters en dergelijke. Wij zijn vandaag met de waterleiding bezig. Ja, deze verbouwing is nou, het Leidseplein is gewoon versleten, het was rommelig, het is onoverzichtelijk, druk verkeersplein. We willen graag dat het prettig wordt voor mensen om op het plein te verblijven en dat het gaat echt hinder en overlast betekenen voor de omgeving. Dat gaan ze merken in dat mensen om moeten lopen, om moeten fietsen. Maar we doen er echt alles aan, zeker ook met de omgeving hier, om dat zo min mogelijk te maken. Ook zullen de trams ruim een week helemaal niet meer langs het uitgaansplein kunnen rijden. Maar hoewel alle gebruikers van het Leidseplein dus hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden, vinden veel mensen het prima. Wat dacht u toen u vanochtend het plein opliep en dit allemaal zag? Het enige wat ik dacht, wat een chaos is dit. En je moet nou helemaal omlopen, maar ja, volgens mij is het goed om te doen. Omdat ze maken het alleen maar beter eigenlijk. Ik dacht eindelijk, want het was hier altijd een beetje lastig, weet je wel. Als je dan snel de tram wil halen, dan kon je er niet langs met die taxidingen. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel een goed ding. Eindelijk iets goeds, want de stad ligt vaak overhoop. Dus ik denk, waar zijn jullie mee bezig? Maar ja, dit vind ik wel een goede actie eigenlijk. Nee, ik vind het geen verkeerd idee. Het moet alleen niet te lang duren. Want ik denk dat het dan op lange termijn gaat het wel wat rustiger worden, denk ik. Tot de kerst. Tot de kerst. Nou, dan zitten we nog even tussen de vermijdingspaaltjes en de omleidingen en de herrie. Maar het komt wel goed. Als het tot de kerst is en niet langer, dan kunnen we er wel mee leven, denk ik.